Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel. Voor mobiliteit, voor iedereen. De Wielenflits-update wordt mede mogelijk gemaakt door de Alpecin Barbershop. Welkom vanuit Parma, vanuit het zonnige Italië voor aflevering 2 van de Wielenflits Update. Rit 2 in de Tour de France is vandaag gefinished in Bologna. Er werd heel veel vuurwerk verwacht. En het is bij eigenlijk één grote knal gebleven. Ja, een rotje was het eigenlijk meer. Nee, één serieuze poets van Tadej Pogacar. En eigenlijk voor de spanning in de Tour mooi. Dat er iemand kon antwoorden en dat was Jonas Vingegaard. Ja, want er werd nog eigenlijk hele grote vraagtekens. We hebben het er gisteren over gehad. Hoe goed is hij nou echt vandaag? Nou, zou die getest worden? Werd hij getest? En is eigenlijk, misschien wel na dit weekend, Visma Leasebike de morele winnaar? Ja, want ze hebben natuurlijk voor de Tour gezegd dat ze heel erg veel twijfels hadden. Grisha Niemann bevestigde dat ook nog een keertje vandaag na afloop. Maar ik denk dat die twijfels of die vraagtekens die ze hadden nu wel uitgegumd zijn. Want het is alsof er niks gebeurd is. Het is weer Vingegaard tegen Pogacar. Die elkaar bergop tot op heden nog geen strobreed in de weg leggen. We zijn natuurlijk pas 2 dagen onderweg. Maar goed, deze San Luca klim was wel op het lijf geschreven van Pogacar. En eigenlijk niet zozeer op die van Vingegaard. Het was een heel vertrouwd beeld eigenlijk als we naar de laatste editie van de Tour de France kijken. Dat laatste stuk, tweede keer San Luca. Ja, Pogacar met een aanval en Vingegaard die het antwoordt. Nou, dat is één vraag beantwoord. Vingegaard is gewoon goed. Daar hadden wij twijfels over. Hoe goed is hij nou? Dat vroeg ons af. Dat vroeg iedereen zich af. We zaten in de perszaal achter achterlandgenoot van Vingegaard, Marco Rasmussen. Jij vroeg het hem. Wat was zijn antwoord? Dat het allemaal wel meeviel, want het was alleen maar een gebroken sleutelbeen. Hij zei, ja, dan ben je met 14 dagen weer terug op de fiets. We zeiden nog van, nou, klaplong. Gebroken ribben. Volgens Rasmussen viel het allemaal wel mee. Ja. Moet je misschien ook een beetje met een korreltje zout nemen. Want het is natuurlijk, als je het terugrekent, wel de ploeg rust op het fundament van Rabobank. Natuurlijk de ploeg die hem zijn eigenlijk gegarandeerde toerzegen ontnam in 2007. Door hem in één keer uit de Tour te halen. Ja. Dus misschien zat er nog wat wrok zit. Misschien bood het die wel niet met Vingegaard, dat weet ik ook niet. Maar zijn antwoord was in ieder geval wel duidelijk. Ja, heel duidelijk. Vingegaard is gewoon goed, dat weet u nu zeker. Bij Van Aert is dat ook het geval. Vandaag wel weer 2 renners gevallen. Wout van Aert nog tegen de grond geschoven. Jurgensen ook. Gisteren was het al Kelderman. Maar alle 3 kunnen ze wel gelukkig hun weg vervolgen. Dus eigenlijk succes en een heel klein smetje eigenlijk op het openingsweekend van Visma Leasebike. Maar goed, ze gaan gewoon meedoen om de overwinning. Zoveel is duidelijk. Ja, daar laat daar geen misverstand meer over bestaan. En ook het feit dat van de week de Galibier-rit, dat is dinsdag over 2 dagen. Ja, daar heeft gewoon Vingegaard normaal gesproken het voordeel ten opzichte van Pogacar. Het is wel afwachten of dat ook zo is. Hè. Lange beklimmingen zijn toch weer iets anders. Maar ik vind eigenlijk dat er een andere winnaar is dit weekend. Voordat we daar naar gaan luisteren, of eigenlijk voordat jij die nou... De positieve natuurlijk, supergoeie Jonas gezien, of überhaupt een supergoeie ploeg gezien. We zijn met de uitkomst van vandaag enorm blij. Alleen heel jammer dat vandaag Wout en Matteo weer tegen de grond gaan. Wilco is gisteren echt wel hard gevallen. Die heeft vandaag alsnog super gereden, dus echt een kanje. Overweegt natuurlijk op dit moment, omdat die 3 mannen gewoon oké lijken, dat het met Jonas gewoon heel goed gaat en dat we daar super goed voor staan. Aanval van Pogacar, reactie van Vingegaard, alsof er eigenlijk niks gebeurd is de laatste maanden. Ja, zou je kunnen denken. En kijk, voor ons was het ook niet een verrassing dat hij meekomt, maar wel gewoon, we wisten het gewoon echt niet hoe Jonas aan de start staat van deze Tour. En zeker op zo'n parcours vandaag, die natuurlijk echt Pogacar op het lijf staat geschreven. Het was denk ik een enorme aanval, want anders waren de andere mannen ook nog mee geweest, zoals Remco, als Primoz. Maar Jonas kon gelukkig mee, kon in het wiel houden en daar zijn we heel blij mee.
Ja, ik wilde nog eventjes naar Christian Nierman gaan luisteren, die jij hebt gesproken. Ze wisten het gewoon echt niet. Jij hebt dat gisteren al een heel klein beetje in de twijfel getrokken. Nou ja, Nierman zegt het nu zelf eerst ook. Hè. We wisten dat hij goed was, maar we twijfelden toch. Goed, het is wel heel fijn om te weten dat hij antwoordt. Ja. En het mooie was ook wel, hè, Vingegaard, kom mee. In de afdaling neemt hij ook gewoon over. Dat is echt spierballentaal van jij mij eraf rijden. Dat dacht ik niet. En ik ga gewoon met jou mee rijden. Dus wat ik niet snap, hè, waarom die gasten niet voor die ritoverwinning gaan. Want dat had gewoon gekund. Maar ze doen het niet. Nee, dat had gekund. Het was natuurlijk wel weer opnieuw heel warm zondag. Ja. En de Tour is nog lang. Pogacar zegt het ook. Hè. Hij is nu de gele truidrager. Dat hij het eigenlijk die trui niet had gewild. Maar tegen een gele trui zeg je ook geen nee. Maar het had niet heel veel geschild. Bij het gezegd twee posities. Of we hadden hem niet gehad? Nee, ja, zeker. Kijk, en het is natuurlijk ook zo dat daar komen allemaal plichtplegingen bij. Ja. Dopingcontroles, mixed zone aan de finish na de ceremonies, nog interviews geven. Nou, je bent rustig een uur, anderhalf, misschien wel twee uur later in het hotel dan de rest van je collega's, ook van je concurrenten. Betekent ook dat je minder kan herstellen. Dus ik snap wel dat hij daar geen zin meer heeft. Was hij eindelijk blij dat hij van die witte trui af was? Want dan moest hij diezelfde plichtplegingen altijd voor doen. Ja, heeft hij na twee dagen al de gele trui te pakken? Ja, het staat een beetje hetzelfde als in de Giro. Daar kwam hij ook heel vroeg aan de leiding. Toen heeft hij hem eigenlijk niet meer afgestaan. Heeft hij de hele Giro in het roze gereden. Ja, in de Tour zou dit prima ook kunnen. Ja, dat zou in theorie wel kunnen. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe Vingegaard op de langere beklimmingen is. Maar ik hou me toch vast aan de woorden van Rasmus. Die zei, dit is helemaal geen verrassing. En dit is gewoon in de lijn der verwachting. Ja, Vingegaard hebben we uitgeroepen als een van de morele winnaars bij deze doorwielenflits. Jij hebt er nog eentje gezien. Want ik vind namelijk wel dat misschien wat andere grote verwinnaar van het weekend vind ik toch Remco Evenepoel. Die niet meteen een antwoord heeft op de versnelling van Vingegaard en Pogacar. Maar als enige eigenlijk, Carapaz sloot ook nog later aan, maar als enige eigenlijk nog de oversteek kon maken en net voor de finish aansluit, daardoor in dezelfde tijd belandt. En als als Pogacar morgen slim is en zich niet mengt in de massasprint en Evenepoel blijft van voren, hebben we morgen op maandag, na maandag, een Belgische gele trui dagen. Ja, want dat is de situatie. Er staan nu vier renners in dezelfde tijd in het algemeen klassement. Hè? Dus Pogacar, Vingegaard, Evenepoel en Carapaz. Ja. En dan ga je kijken naar de som van de rituitslagen, van de posities daarvan. En dat scheelt nu twee plekjes. Dus Evenepoel heeft het twee plekjes bij elkaar minder goed gedaan. Ja. Dus als we morgen wat een sprintrit gaan worden en er zijn dus geen tijdsverschillen. Nou, daar kunnen we wel vanuit gaan. Zeker met een opgerekte 3-kilometer regel. Beter gezegd, dat worden er waarschijnlijk vijf. Ja. Dan als Pogacar zich wat naar achteren laat zetten, dan pakt Evenepoel het geel. En ik denk ook dat het voor hem niet uitmaakt. Want hij had ook, ik zit er nou helemaal door elkaar te halen, Pogacar heel actief zien helpen in de Giro wat betreft lead-out in de sprint. Ja, dus het zou ook nog kunnen, maar ze hebben nu alleen geen sprinter mee. Dat is het grote verschil. En dat heeft Quickstep ook niet. Maar wellicht dat ze toch Casper Pedersen nog iets mee gaan doen. Want die is natuurlijk een beetje in de Danny van Poppel rol mee voor Evenepoel. Maar voor Evenepoel maakt niets veel uit. Want die heeft nu dezelfde plichtpleging al met de witte trui. Want hij is gewoon leider in het jongerenklassement. Ja. En als je dan toch die plichtpleging moet doen, waarom zou je dan niet op zijn leeftijd al eens proeven van die gele trui? Ja. Er was één ploeg die het nog even geprobeerd heeft om het gat wat dichter te maken. Dat is ook gelukt. We hebben het over Lotto Destiny. Met name een zeer actieve Victor Kampenaerts. Het verbaasde dat de grote ploegen er niet achteraan wilden gaan racen. Maar zag er ook nog wel wat positiefs voor hemzelf in zitten. Ah, het verbaast me vooral dat UAE, die kan alleen normaal zijn, die wel heel gretig om gewoon iedere rit te winnen. Dat blijkt nu anders te zijn. Misschien kan mij dat nog van pas komen later in de Tour. Vooraf denk, had ik niet gezegd de vlucht zou voorblijven. Heel snel in de wedstrijd was wel duidelijk. Als er zelfs mannen van DSM meesprongen, dat er een grote kans is.
Ja, die ziet dus nog wel kansen voor zichzelf als de grote teams niet voor de overwinning gaan werken. Nou, dat gaan we nog zien. Het was vandaag natuurlijk ook de dag van DSM. Gisteren was een hele grote dag, maar vandaag de dag om daar de vruchten van te plukken. Namelijk een gele trui, een groene trui en ook nog een witte trui om. Ja. Al was ze niet om hun schouders. Nee. Die zat om de schouders van Maxim van Geels. En die wilde eigenlijk vandaag Maxim van Geel worden. Ja. Maar dat ging niet door. Nee, wel dus Frank van den Broek in het groen. Nou, dat had een dag om nooit te vergeten. Ik sprak hem de afloop en ik vroeg hem eigenlijk hoe hij deze dag beleefd had. En dat was in korte zinnen. Dag Frank, hoe was jouw dag in het groen? Het was leuk, ik heb ervan genoten. Hoe zwaar was het vandaag? Ja, het was zwaar weer met die hitte en een lange rit. En zeker die steile klimjes op het einde. Maar eigenlijk de eerste klim was al taai. Dus het was weer een zware dag. Wat is er allemaal over jou heen gekomen de afgelopen 24 uur? Ja, een hoop berichten, een hoop aandacht. Ik heb nog nooit meegemaakt. Wat kreeg je allemaal vanuit peloton te horen? Heel veel complimenten vooral. Vrijdag sprak je nog, toen was er bijna niemand die met je wil spreken. Nu in één keer iedereen, hoe is dat? Vervelend. Maar ja, het is wel leuk, maar tot op een zekere hoogte. Ja. Blij dus dat je trui kwijt bent? Wel jammer, maar ik zag het er wel aankomen. Ja. Hoeveel rekening hield je ermee? Ja, hij hield er dus al wel een beetje rekening mee dat hij het ging verliezen. Met name dan de witte trui had hij nog wel meer hoop in dan de groene trui. Maar goed, voor hem eventjes bijkomen van al die interviews de komende dagen zal hij waarschijnlijk wel wat meer met rust gelaten worden. We moeten ook even hebben over de ritwinnaar. Daar wil jij het heel graag over hebben. Dag 2 dat er een Fransman wint. Als we gaan kijken naar de rituitslag, was natuurlijk een grote vlucht. Lange tijd voorop. Of beter gezegd, de vlucht heeft het gehaald. En Kevin Vauquelin. Ja, de mensen die de pooltips kijken, die is deze naam al wel eens tegengekomen. Het zou kunnen, weet ik eigenlijk niet. Hij zit niet in deze pooltips in ieder geval. Ik heb er wel al getwijfeld, maar ik dacht, het is nog een jaartje te vroeg. Ja, de vroege vlucht die hij in ieder geval hield. En Kevin Vauquelin, die Arkea B&B Hotels een ritzege in de Tour geeft. Wat voor renner is het? Ja, eigenlijk, het is een heel groot talent. Het is binnen Arkea's B&B Hotels wordt hij eigenlijk opgeleid als de nieuwe klassementsrenner. Het is van origine een tijdrijder. Viel niet echt op door zijn klimprestaties in de jeugdcategorieën. Maar weet bij de profs eigenlijk in één keer die tijdrit kwaliteiten om te zetten in klimvermogen. En Arkea B&B Hotels brengt hem eigenlijk heel rustig. Vorig jaar geproefd van de Vuelta. Bewust niet de Tour gereden, maar de Vuelta als kopman. Nou, dat ging nog niet heel denderend. Maar goed, mag het als eerste ronde. Hè? We heten niet allemaal Evenepoel, Pogacar of noem alle grote namen maar op. Deze Tour opnieuw als kopman. Eerste etappe ontzettend veel tijd verloren. Meer dan een kwartier. En ja, goed. Eigenlijk meteen al gezakt voor zijn eerste examen als kopman in de Tour. Maar de tweede dag meteen het beste ervan gemaakt. En na zijn tweede plaats in die steenkoude Waalse Pijl, waar iedereen voor het eerst een beetje kennis met hem maakte, is dit het tweede topresultaat. En in Frankrijk zijn ze dermate lovend over deze jongen. Tijdrijder van origine, omturnen naar klassementsrenner. Ja, dit moet hem worden. Ja, dit moet hem worden. En ze vergelijken hem daar dus met Tom Dumoulin. Wat ik niet een gekke vergelijking vind. Hij is ook een beetje van hetzelfde postuur, wat langer. Dus een goede tijdrijder. Maar kan ook koersen afmaken zoals Tom dat ook kon. Ik moet dan in één keer terugdenken aan bijvoorbeeld Cumbre del Sol in 2015. Ook alweer 9 jaar geleden straks trouwens. We worden wel een beetje wat ouder. Maar goed, in ieder geval, zij zien dus heel veel toekomst in hem. Ja. Net als al die andere jonge talenten, Grégoire, Martinez, Lapera, Gotera, Penoë, ook deze Vauquelin. Ja, ze hebben echt een heel blik opengetrokken daar met heel grote talenten. Die jongens moeten de komende jaren toch eens een keer gaan proberen om weer eens die Tour voor Frankrijk te winnen. Ja, als we de openingsweekend moeten samenvatten, dan komt daar één woord sowieso in voor. En dat is ook de hitte. Ja. Heel erg warm hier zo. Renners klagen erover. Nou, de omkadering, wat een beetje de bubbel die meereist, die ook wel vraagtekens zet van hoe gezond is dit voor de renners. Nou, worden al 20 bidonnen
drinken, of in ieder geval verbruiken tijdens de etappes. Het was vandaag weer bloedverziekend heet. Eén iemand die daar ook last van had, of heeft, is... Arnaud de Lee? En Martje van der Poel. Ah ja, ja, tuurlijk. Goh, ja, nee, inderdaad. Moest er vandaag weer vroeg af als wereldkampioen. Maar goed... Lag het in de rijende verwachting? Nou, je hoopt altijd stiekem dat hij mee kon. Hè? In die rit van gisteren, waar toch Pedersen en Van Aert ook sprinten om de rit. Had hij s'avonds toch zoiets van... Ja, daar moet ik eigenlijk normaal wel bij zitten. Misschien toch net iets te snel laten lopen zaterdag. Ook vandaag moest hij al vroeg passen. Maar goed, zelf is hij daar nog niet heel erg van onder indruk. Mathieu, het is natuurlijk makkelijk. Maar is het dan ook geen koersen voor de Tour dat het juist dat het moeilijk ook maakt dit weekend? Naast die warmte? Ja, het is altijd, dat heb ik al een paar keer gezegd, dat ik wel altijd mijn beste vorm had na een paar wedstrijden. Maar ja, het is nou eenmaal de indeling die we hebben gemaakt deze zomer. En, ik hoop gewoon dat ik van nu af beter en beter zal worden. En mijn kansen komen ook later deze Tour. Dus op zich ben ik blij met hoe het ging. Jasper zei, ik zie 9 kansen voor onze ploeg. Of 9 ritten waarin we iets willen doen. Zijn eerste kans zal ongetwijfeld morgen zijn. Heb je zelf al in het boek gekeken of er voor Troyes ook een kans voor jou is? Niet echt. Ik bekijk dag per dag. Dat is voor mij het makkelijkst om de Tour door te komen. Dankjewel. Hij bekijkt het dus van dag per dag. Nou, maandag wordt het in ieder geval sprinten. Zoveel is zeker. Dan moet de heel gek lopen willen niet gesprint gaan worden in Turijn. Want de aanloop, voor zeker de finale, die is hartstikke vlak. Ja. Wel een aantal heuveltjes. Laten we gelijk het parcours erbij pakken. Nou, daar zie je dus dat er 3 heuveltjes in liggen. Maar allemaal van vierde categorie. En als je naar het hoogteprofiel kijkt, ja, dan zie je dat de finale er redelijk vlak uitziet. Ik denk dat de grootste hobbels nog wel die in de weg gaan zijn. Want Italië, dat blijkbaar weer, dat hebben wij ondervonden met de auto, ligt echt vol met putten. Nou, die gaan ze echt wel overleven. Eén man die dat ook gaat doen is Arnaud de Lee. Ik trof hem na de finish aan in een ijsbad, afkoelen voor de hitte. En vooral eventjes zorgen, want hij zei dat het de prestatie nog wel eens kan bevorderen richting zijn eerste grote sprintkans. Van de week hebben we hem ook gesproken. Toen nam hij niet plaats in een ijsbad, maar wel in de kapperstoel, in de barbershop van Alpecin. En het kan zomaar gaan zijn dat als hij wint, hij zijn zegenbaar gaat maken. Dat is dat van een stier. En in de kapperstoel van de Alpecin barbershop legt hij uit waar dat zegenbaar vandaan komt. Het is, maar mijn vader is een boer. Dus het is ook gemakkelijk voor een nickname nemen. Ja. Zoals een stier. En ook wanneer ik begin met fiets, de speaker van de wedstrijd van mountainbike zegt me, ik ben de stier en de nickname blijft. Ja. Hoe oud was je toen je die nickname kreeg? 7 of 8 jaar. Dus het is bijna 14 jaar geleden. Ja. Ja, de stier, want zijn vader is boer. Ja, het gaat mooi zo zijn hoe hij dat naast zijn hoofd doet. Nou, kan zomaar gaan gebeuren dat de Belgische kampioen die kan winnen. Maar er kunnen heel veel renners gaan winnen in Turijn. Want het is een behoorlijk sterk deelnemersveld. Als we gaan kijken naar de favorieten volgens ons, dan heeft Jasper Philipsen 4 sterren gekregen. En vinden we Arnaud de Lee pas terug op rij 3 met 2 sterren. Dat zegt vooral hoeveel topsprints die hier aan de start staan. Dylan Groenewegen, Mats Pedersen. Zelfs Van Aert is er tussen gezet. Ja. Phil Bahaus. Maar op de rij met 1 ster staat Fabio Jacobsen, Mark Cavendish. 2 mannen die het vandaag opnieuw heel zwaar hebben gehad. Ja. Wat verwacht jij ervan? Nou, ik verwacht dat zij er wel zullen staan. Ik vind het allereerst wel heel jammer dat die rit naar Turijn niet finisht op de Superga. De legendarische klim naar de Basiliek. Fantastisch mooie klim is dat. Maar goed, dat terzijde. Het zal dus inderdaad sprinten worden. En ik moet heel eerlijk zeggen, ja, Cavendish en ook zeker Jacobsen moesten vroeg passen. Zag er echt niet goed uit. Maar aan de andere kant, ze zijn wel echt ruim binnen de tijdslimiet gefinished. En als je ook ziet, voor hen zit een groep met al de rest van de sprinters. Zij eindigen op ruim 24 minuten. Die andere groep op ruim 20 minuten. Dus ja, weet je, gasten weten wat afzien is. Hè? Want ja, in de berg, in de Pyreneeën, in de Alpen is het altijd van dit. Ja. Maar goed, zo vroeg. Hè, het waren
geeft ook aan gewoon hoe hard er gekoerst is in die eerste dagen. Bij DSM, ik heb na afloop nog met ploegleider Matt Winston gesproken. Gevraagd naar wat verwachten jullie nu van Fabio? Kan hij dit ondanks die twee dagen flink afzien? Nou, dit was het antwoord. I think mainly for us, we want to come into the sprint. So we want to give Fabio the best possible opportunity to make a sprint. And then we'll see. Obviously he's had two hard days. There will be fatigue there. We'll give it our best shot and see where we come. Wat was de plan? Voor hun is die Tour natuurlijk al geslaagd na die succesvolle openingsrit. Gisteren zei je al terecht, de druk ligt eraf bij Fabio. Hè. De ploeg heeft het succes al binnen. Ja, dat moet hem dan gaan helpen in Turijn. Nou ja, het hoeft niet, zeg maar. Ja, tuurlijk. Hè. Voor Fabio zelf zou het onwijs lekker zijn als hij wint. Vooral omdat hij dan heel veel criticasters toch de mond kan snoeren. Maar het is gewoon wel lekker als je de ploeg al gewonnen hebt. Je hebt een fantastische dag gehad, geel, groen. Wit, feestje gevierd, de eerste champagne is getoast. Ja, Fabio weet ook dat de druk nu niet zozeer bij hem ligt. En wat ze zelf ook zeggen, we gaan ervoor zorgen dat hij kan sprinten. En ja, dan kan er iemand beter of sneller zijn. Dat is dan zo. Maar als hem, ze hebben het altijd over het proces bij de ploeg. Als dat goed gaat en hij krijgt de kans, ja, dan kan het zijn dat de mensen sneller zijn. Dat kan. Ja, er zijn maar een aantal ploegen die echt op de sprint inzetten. De meeste teams die sprinters mee hebben, moeten die delen met klassementskopmannen. DSM gaat puur voor ritzegers. Kunnen een deftig treintje opzetten. Maar de ploeg die dat, denk ik nog wel, het allerbeste gaat kunnen, als je gaat kijken wie er mee zijn, is Little Trek met Mats Pedersen. Wat als jij kijkt naar hoe de selecties zijn opgebouwd, verwacht jij van die sprinttreinen? Ja, ik denk dat er vooral een strijd komt tussen inderdaad Little Trek, maar ook zeker Alpecin de Koning, die eigenlijk helemaal zijn ingericht op Jasper Philipsen. Ben heel benieuwd wie daar de lead-out gaat doen. Vorig jaar heeft Van der Poel dat natuurlijk een aantal keer fantastisch gedaan. Dat zou zomaar weer kunnen nu met deze rit. Nou ja, je noemt het al Little Trek. Pedersen heeft echt een doel gemaakt van dat groen. Die gaat sprinten. Moet wel heel eerlijk zeggen, in pure massasprints komt hij toch wel vaak net iets te kort. Nu zijn het wel twee lastige dagen geweest. Dus het kan ook heel goed dat de echt pure sprinters toch wat vermoeid zijn. Zoals Winston ook over Jacobsen zei. Nou ja, heb Lotto Destiny dat eigenlijk ook helemaal is ingericht op die sprint van Arnaud de Lee. Met uitzondering misschien van Maxim van Geels. Bij Astana, ja, dat is ook compleet ingericht op Cavendish eigenlijk. Hè? Lutsenko vandaag die het heel eventjes probeert, maar daarna echt minuten verliest. Toch alles twee keer top 10 in het klassement van de Tour. Dus dat zijn wel echt een paar, vijf, misschien wel zes ploegen die puur voor die ritzegen gaan. En ja, het wordt gewoon een heel lastige wijf voor eventuele vroege vluchters die dromen van een ritzegen, want dat gaat in Turijn niet uitkomen. Nou ja, na twee dagen dat het wel lukt. Misschien gaat het al drie keer scheepsrecht worden. Ik denk dat het lastig gaat zijn. Een man die nog niet duidelijk van is of hij nou gaat meesprinten, is Wout van Aert. Jij hebt het hem nog gevraagd aan Grischa Nierman. En dit is wat hij daarover zei. Ik denk voor de sprinters, ondanks dat die twee dagen nu hebben alleen hebben moeten overleven. Daar hebben er veel wel twee hele zware dagen gehad. Het gaat morgen zeker controle komen van de sprintersploegen. Maar ja, we gaan zien hoe het uiteindelijk gaat lopen. Ja, we gaan het zien. Dat gaan we zeker doen. Morgenavond zijn we er weer met een nieuwe Wielerflits update. Download in de tussentijd de Wielerflits app. We staan inmiddels op plek 4 in... We staan inmiddels op plek 4 in de hitlijst in de categorie nieuws. Dus ook wij zijn aan een opmars begonnen in het algemeen klassement. Nou, wellicht dat wij nog het podium kunnen gaan halen. Dat moet het doel worden. Een hoop nieuwe updates zitten erin. Dus het is vooral ook een cadeautje aan jezelf. Want binnen in de app heb je binnen een paar seconden de hele uitslag van de ritten. Inclusief natuurlijk het wedstrijdverslag en al het nieuws. En bijvoorbeeld deze podcast kun je er ook in luisteren. Jori, maandag de eerste sprintkans. De Tour is gelukkig een groot spannend spektakel aan het worden met zowel in het klassement. En een grote Italiaanse chaos bij start en finish. Dat wil ik toch ook nog maar een keer benadrukken, want het is moeilijk werken. Ja, daar horen we ook de ploegen over klagen. Nou goed, nog anderhalve dag moeten zij het volhouden, want dan duiken wij Frankrijk in. Maar eerst dus sprinten in Milaan. Ik wil jullie danken voor het... In Turijn, goed dat je het zegt. In Turijn. Ik wil jullie danken voor het kijken en voor het luisteren. En graag tot morgen vanuit Turijn. Ciao. Ciao.
Wielenflits-update wordt mede mogelijk gemaakt door de Alpecin Barbershop. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel. Voor mobiliteit, voor iedereen.